Ja, Driessen, allereerst gefeliciteerd. Weer terug in Venlo, hoe voelt dat? Ja, dat voelt vertrouwd, moet ik zeggen. Dus, het lijkt wel net als ik niet weg ben geweest. Het is natuurlijk ook niet lang geweest, want 4 maanden is in principe niks. Ja, ik moet zeggen, door omstandigheden in Abu Dhabi is het weer zo dat ik nu terug ben. En het voelt vertrouwd, het voelt heerlijk. Op het moment dat ik hier binnenliep, had ik wel zoiets van, het voelt in ieder geval heel goed aan. Ja, mooi om te horen. Toen je daar tijdens die periode bij Al Wahda zat, ben je VVV Venlo toen blijven volgen? Ja, tuurlijk. Ik heb een aantal wedstrijden kunnen zien, maar niet allemaal. En ik heb natuurlijk op teletext en dat soort dingetjes heb ik VVV constant gevolgd. Hoe goed ken je het team wat er nu staat? Nou, ik heb ze een aantal keren zien spelen, dus er zijn een aantal nieuwe jongens bijgekomen. Een aantal jongens die we toen destijds zelf nog bekeken hebben, die nu nieuw zijn. Dus ik ken het team wel vrij goed. En die jongens die er al waren, die ken ik natuurlijk uit mijn broekzak. Wat ga je anders doen, Jai? Ja, wat ga ik anders doen? Ik ga proberen het team weer vertrouwen te geven. Want wat ik eigenlijk de laatste paar wedstrijden gezien heb, dan zie ik eigenlijk een ploeg staan die weinig vertrouwen heeft. Ik heb heel veel vertrouwen in de kwaliteiten van het team. En ik vind het wel belangrijk dat alle gezichten weer dezelfde kant op kijken. Dus ik ga in ieder geval proberen te zorgen dat iedereen hard gaat werken voor de club, voor het team. En om er alles aan te doen om weer wedstrijden te gaan winnen. Welke taken heb je daar van de clubleiding voor meegekregen? Nou, in ieder geval zorgen, wat ik net aangeef, dat alle gezichten weer in kan komen. Dat er weer vertrouwen in het team komt. Dat er weer vertrouwen in het hele boeltje gaat komen. En dat we wedstrijden gaan winnen. En dat we proberen natuurlijk weer zo snel mogelijk boven de streep te komen. En uiteindelijk de ploeg en de club in de Eredivisie te houden. Heel veel succes daarmee. Dank u wel.